zeker aan? Jazeker. Daar hebben jullie allebei een mooi cadeautje mee verdiend voor het mooie schilderwerk. En de leus zijn we het ook mee eens. Van harte gefeliciteerd. En terug naar de muziek in Nederland, Muziekland. Want ja, zonder dat zou ook nergens zijn, waar of niet. Hier zijn ze, Normaal en Lucille. Nederland, Muziekland. Oké, jongens. Zeg, kennen jullie het meest eigenwijze wijf uit de rock and roll? Lucille. Met de kop van de tv. En als ik vroeg is dit te kloor, dan is het hard voor niet. Lucille, dat mag je niet doen, ik loop. Je hebt al die met de drama en die zeer de delen, joh. Hey! Ik wie vanmorgen wakker en Lucille was naar te zien. Ik denk bij mijn eigen, wat een eigen is goed. Kom maar met een stukje in de kraag. Ik vind prima dat ik ziek heb, maar morgen ging je klaar. Lucille, dat mag je niet doen, ik loop. Je hebt altijd wat te dromen, die zonder deel, joh. Wie had hem weer het ruzie en wie gooide met servies? Was die gooide alleen maar van die dure Chinese vazen uit de Ming-dynastie. Die ik op een van mijn verre buitenlandse reizen. Verweinig trouwens, wat de kapper kunnen tikken. Zeg maar niet wel goed wie's. Lucille, wat maakt die mij nu in kloof? Die hebben al die wat te drammen, die zeuren het hele joh. En die zwamt het hele ganse lekker lang. Dat waren ze Normaal met de laatste plaat, Lucille. Oh, Benny, als je de bloem in ontvangst hebt genomen, kom er even bij. Hier, kom er even bij. Het is namelijk zo, Benny Joling en Normaal hebben nog niet zo lang geleden een uniek feit in de Nederlandse popgeschiedenis geschreven. Ja, oude bekende, moet even gezoend worden natuurlijk. Mag ik u even voorstellen, dames en heren, Gert en Hermien en Benny Joling. Benny, leg het nog eens even uit. Wat is er allemaal gebeurd tussen Normaal en Gert en Hermien? Nou, we hadden gehoord dat Gert en Hermien weer wat meer in de wereldse zaken zich wilden begeven. En we dachten, nou, dat is geen betere mogelijkheid dan bij ons in de Toldijk, in de Achterhoek, vlak bij Twente. En samen met Normaal gelijk de tegenaan, huiken. Zoals dat dan heet. Hoe is dat jullie bevallen eigenlijk, Gert? Ik moet zeggen, te kort. Want we hebben daar een fantastisch optreden gehad voor 4500 mensen. En ik vond het een geweldige ervaring. En het is eenmalig geweest, dit jaar in elk geval, want we hopen
En dan hoop ik echt dat we volgend jaar nog eens een keer in het Olympisch Stadion kunnen komen met elkaar. En een live LP erbij natuurlijk. Hemien, hoe vond jij het? Nou, schitterend, en dat moeten we echt nog een keer doen. We raden het aan, want dit is zoiets dat willen we wel bij Veronica op televisie hebben, hoor. Ja, dat lijkt me ook. Natuurlijk. En dat blijkt nou wel weer. Ja, hey, als we dan eventjes die combinatie nog even gewoon stiekem voor de tweede keer doen. Ik zou zeggen, kondig jij de volgende plaat gewoon van Gert en Hemien aan. De sensatie uit Tukkerland, oftewel Twente. Maar hier bij Veronica, Gert en Hemien.